In Johor Bahru in Maleisië zijn de voorbereidingen voor het huwelijk van Lissenaar Dennis Verbaas en zijn Maleisische prinses Tunkutun Aminai Malimunai Iskandaria Sultan Ibrahim in volle gang. Morgenochtend om 10 uur lokale tijd begint de eerste huwelijksceremonie. De laatste is pas om 20 uur. Het wordt dus een drukke dag voor het paar. Het huwelijk wordt voltrokken in de troonzaal van het paleis van Sultan Ibrahim Iskandar, de vader van de bruid. Het paleis en de toegangswegen zijn feestelijk verlicht en overal hangen vlaggen. Dennis Verbaas uit Lisse wilde profvoetballer worden, maar moest die droom vanwege een hartritmestoornis opgeven. Zijn zus schreef hem in bij een modellenbureau en dat leidde tot een succesvolle carrière als fotomodel in met name Aziatische landen. 2 jaar geleden bekeerde Verbaas zich tot islam. Sindsdien gaat hij door het leven als Dennis Muhammad Abdullah. Verbaas, 28, en prinses Tunku Aminai, 31, zouden elkaar in een café hebben ontmoet. Bedienden. Er worden zo'n 1200 gasten verwacht, die allemaal traditionele kleding zullen dragen. Ook de bruid en de bruidegom dragen traditionele kleding uit Johor. Nederland wordt gerepresenteerd door de ambassadeur van Maleisië en Singapore. Er zijn voornamelijk koninklijke gasten, politici en zakenmensen uitgenodigd, maar ook enkele bedienden die belangrijk zijn geweest voor prinses Tunku Aminai staan op de gastenlijst. Onder hen is bijvoorbeeld de stooljongen die de prinses paard leerde rijden, de chauffeurs die haar naar school brachten en de bodyguards die over haar veiligheid waakten. Verkoopster. Ook de ouders van Dennis zijn aanwezig. Zijn vader Martin zit in de bloemenhandel en zijn moeder Henriette werkt als verkoopster bij een kledingwinkel. Een collega van zijn moeder vertelde tegen het Algemeen Dagblad dat ze daar gewoon blijft werken. "We willen alles zo normaal mogelijk houden," zou ze tegen die collega hebben gezegd. Mensen zonder uitnodiging kunnen het huwelijk volgen op grote videoschermen in de stad. Nieuw hoofdstuk. In verband met de koninklijke bruiloft worden in Johor Bahru morgen verschillende straten door de politie afgesloten. Meer dan 300 politieagenten zijn ingezet om alles goed en veilig te laten verlopen. Na de bruiloft neemt het paar zijn intrek in een eigen paleis, dat de afgelopen weken door de prinses is ingericht. Tegen Desta Online zei de prinses dat ze naar uitkijkt om een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen. Wel vindt ze het spannend om voor het eerst van haar leven op zichzelf te gaan wonen, weg van haar ouders en familie. Het sultanaat van Johor Bahru is een van de 9 sultanaten in Maleisië. Het koningschap van Maleisië roleert elke 5 jaar onder de 9 sultans van het schiereiland Malakka. Op dit moment is de sultan van Kelantan dan de koning, maar in 2026 is het de beurt aan Sultan Ibrahim Ismail, de schoonvader van Dennis Verbaas.